Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, morgen is het Valentijn en is Stan jarig. Helemaal leuk, ik ben vandaag nog bij mijn ouders thuis. Ik ga nu even gezellig naar mijn nicht, gaan we samen lunchen. En vanavond ga ik uit eten met Isabelle en Bo, dus ook helemaal gezellig. Dus het wordt helemaal weer een leuke dag, morgen ga ik weer terug naar Amsterdam. Zoals ik eigenlijk volgens mij al in de vorige week volgens zei, ga ik dus een parkeervergunning aanvragen in Amsterdam. Want ik ben het gewoon helemaal zat om dit heen en weer gereisje altijd te doen. En ik nergens mijn auto kwijt kan, ik niks aan mijn auto heb. Ik betaal nu 100 euro aan verzekering en wegenbelasting en ik gebruik helemaal mijn auto bijna niet. Dus dat is ook bullshit. Dus ja, oké, ik ga wel duurder uit zijn, maar ik ga er ook weer meer gebruik van maken. Maar goed, ik ga nu gezellig naar mijn nicht. Gaan we sushi wraps maken en spelletjes spelen. Hoe leuk. Oké, dit was heel awkward. Ik zag dat hier allemaal smoothie nog om mijn mond heen zat. Sorry, het was een blauwe beste smoothie. Nou, ik ben bij mijn nicht en we zijn lekker een soort sushi, ja wat is het? Bolletjes aan maken. Sushi rolls. Nee. Rolls. Dus, en dan hebben we van die zalm met rijst gemixt en dan doe je dus een beetje... van die surimi erop, avocado. En dan ga je het lekker eten. Nou, ik ben heel benieuwd. Kijk, we doen even eerst een beetje zo. Dan een beetje krapper. Maar eigenlijk kan je dit dus gewoon maken met alles wat je wil. Toppen, zeg maar. Topping erop doen wat je wil. En dan een beetje avocado. En dan pak je dus een kwart. Die doe je erop. Dan moet ik eigenlijk een beetje mijn handen nat maken. En dan moet je alles een beetje nat maken. Want anders gaat het dus niet plakken. Maar dat hebben ze helemaal niet laten zien. Nee. Essentieel. Anders plakt het niet. Nee. Het is net een soort envelopje. Ja. Het is makkelijker dan een sushi rollen eigenlijk. Ja? Ja, dat is hem zelf als hij. Doe je dat dan met zo'n rietje ding of niet? Ja. Oké, dan draai hem even om. Nou, dan heb je een perfecte bol. Nee. Lekker! Heerlijk. Heerlijk de peerlijk. Hij stelt niet goed scherp. Nee, daar heb je een beetje moeite mee. Kijk, dit is het eindresultaat. Nou, we gaan nu even proeven. Oehoe! Pietiek! Oh, dit gaan we even niet doen. Oké, ik ga het proeven. Cool. Het eet eigenlijk denk ik ook wel handiger. Nou, ligt eraan. Of het uitspraak wel. Okay. Welke heb je gewonnen? Nu die gewone? Mm-hmm. Mmm. Amazing. Niet normaal. Wauw. Mm. Dit moeten jullie maken. Heel lekker. Mmm. Goed, hè? Ja. Echt alleen lekker. Dat zeewier bijt een beetje moeilijk af. Bij mij. Mm-hmm. Nou, valt wel mee. Mmm. Dat is wel een beetje een handrol. Ja. Tamaki. Ja. Nou. Aanrader. Nou, ik ben... We zijn lekker uit eten bij het Leeuwtje. En daar werkt iets wel een Bo ook. Nou, Bo echt wel heel lang. Proost. Cheers. En we hebben lekker vlamkoegel om mee te starten. Dus nou, kijk hoe cute dit ook is. Wij gaan helemaal genieten met de meiden. Oh, we hebben weer lekker eten. Nou, de meiden zijn helemaal aan het genieten hoor. Heerlijk. Goedemorgen allemaal. Happy Valentine. Het is vandaag Valentijnsdag. Ik was vanochtend bij Stan. Stan is ook jarig op Valentijnsdag. Dus happy birthday to my baby. Ik ben nu ook bij hem. Stan rijdt voor mij. Moest even mijn auto ophalen bij het restaurant waar ik gisteren had gegeten. Stan en ik gaan nu gezellig even naar de stad en even lunchen. Dus nou, helemaal gezellig. Dus ja, dat gaan we even doen. Daar is die. Nou, ik heb net even gezellig geluncht met Stan. 10 mei. Ik ben zo on my period.
veel buikpijn, zo slap, moe, duizelig. Ik ben altijd gewoon niet bij mijn hoofd. Ik ben altijd echt helemaal, nou, ik weet niet. Ik voel gewoon chill, ik kan gewoon janken om alles. Zo kut. Maar ja, ik ga nu weer naar Amsterdam met het OV. Ik voel me alweer een stuk beter. Als ik ook nog deze bos bloemen gekregen van Stan, by the way. How cute, I love it. So much. Dus ja, ik ga nu naar kantoor. Ik ga nu weer naar kantoor, lang niet geweest. Dus lekker werken en ja. Ik ben gezellig met Sien. En we zijn bij de kamer. En dat is de, oh, go, het restaurant. Maar het restaurant waar... van Do, waar hij werkt, zeg maar. Heel lekker aanrader. En we gaan nu lekker burrata met broodje eten. Yum. En dan hebben we lekker rood wijntje. Nou, heerlijk. Oké, okay, we hebben hier nu de tiramisu... tiramisu cocktail. En dit schijnt dus heel lekker zijn. Dus we gaan het proeven. Live projectie. Het ruikt heel erg goed. Ja, het is net goed. Nee. Dat is toch bizar? Hoe komt dit? Ja, ik weet niet. Ik heb... We hadden gewoon geen eten. Dit is niet normaal. Dit smaakt gewoon letterlijk. Gewoon die koffie, die amaretto, die cream. Ja. Oh. En er maakt iets van chocomel in. Ja. Dat is een beetje die... Ik ben al dronken. Jongens, we gaan naar de koffieskamer. Zo, Greg! Niet normaal. Hij is niet normaal. Zo lekker. Ja. Lekker though, thanks. You go. Het is helemaal druk. Ja. Echt de drukste avond van zijn leven. Ja. Ik ga vanavond lekker knuffelen met ja. Een very good morning. Volgens mij heb ik deze week echt slecht gevlogd. Maar ik ben nu aan het editen. Ik ben vergeten gewoon letterlijk de weekvlog online te zetten. Dat kan echt niet. Ik heb zulke rare dagen gehad. Want maandag ging ik opeens zuipen en het eten. Toen was ik dinsdag een soort brak. En toen was het Valentijn en soms verjaardag. En toen gisteren moest ik de hele dag op kantoor werken. Dus het was echt een hele rare week. Ja, wel heel leuk allemaal. Maar ik ga zo meteen jullie even een Björn Borg unboxing laten zien. Ik heb allemaal leuke sportsetjes gehad. Het is geen collab trouwens, maar gewoon leuk om te laten zien. Ik ga naar een sport met Stan. Vanmiddag komt Isabel. Vanavond gaan we gezellig met de meiden eten met Isabel, Maggie en Amarens waarschijnlijk. Amarens is hier trouwens een tijdje in huis. Dat is een collega uit Barcelona. En zij slaapt nu in Cecile's kamer en Cecile slaapt bij de vriend. Dus dat is wel heel gezellig. Ik heb dit weekend echt veel plannen. Morgen heb ik ovenswarming. Zaterdag ga ik drankjes doen. Dus wel leuke plannen. Kijk, ik heb allemaal leuke setjes. Ze hebben allemaal kleurtjes en zo. Dus ik ga even een setje aandoen en een setje meenemen. En dan zometeen in de twee more leuke content maken. En ik heb ook allemaal leuke dingen voor Stan. Dus die kan dat ook aandoen. Echt leuk. Heb je een broek aan, hè? Echt? Ja. Huh, welke is dat? Huh, heb jij die? Ja, was je kwijt. Ja? Oh, jij past hem toch niet meer? Jawel. Oh. Hoe kom jij daaraan? Nee, die heb ik toen naar Curaçao, toen ik bij jou even was, had ik toch geen kleding, ik had niks. Ja. Dus toen trok ik deze aan. Maar ik dacht dat jij tegen mij zei, ja, die pas ik toch niet meer. Dus nee. Ik heb hem gewoon gehouden. Maar ben je terug? Nee joh, hou wel even. Maar, ja, ik zie er nog steeds echt niet uit. Ah, oh, mijn lieve schatje. Maar we gaan even naar Tiga. Lekker gatje in mijn oksel. Hey. Oké, ja. We hebben Tea Guys gehaald. Isabel heeft dat dus nog nooit op. Op ieder geval, nee, heb je het wel eens op? Ja, na bubbel 10 keer. Ja, het is een beetje hetzelfde hoor. Maar dat was heel... Maar dat was met fruit smaak. Ja, ik heb altijd met fruit smaak. Ja, nee, dat is niet helemaal mijn vibe. Huh? Maar... Die bolletje is toch knap, hè? Nee, dus dit zijn niet echt knopbolletjes. Per se. Nou. Ja, wel lekker. Maar ja? Ik denk dat zonder die balletjes lekkerder niet. Ja? Nee, ik vind die balletjes lekker. Oh, dat is lekker.
Ja, is wel lekker. Ja, het is echt. Echt, maar misschien moet je er ook een beetje aan wennen. Ja. De eerste keer vond ik het niet zo lekker als ik het nu vind. Nee, ik vind die tea wel lekker, maar die bubbels vind ik niet zo. Ja, die vind ik echt goud. Maar in het begin vond ik het minder lekker. Ik vind het lekkerder gaan vinden, net zoals met gember of zo. Je moet oppassen. Oh. Oeh. Maar tea guys vind ik echt de best. Ja. Lekker. Wat voor balletjes zijn dit dan? Topioca. Appa. Het is een soort wijscake. Ja. Het zijn een soort wijscake. Ja. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag de dag van de opwarming. De dag van de opwarming. We zijn helemaal druk bezig met de voorbereidingen. Ik ga even een timelapse maken van hoe we dit helemaal gaan omtoveren tot een party place. Maar het is low battery. Nou jongens, kijk. Het wordt steeds beter. Hier is de DJ booth. Hier is de bar. Hey, en hier is alle drank. En stels. Hier hebben we nog veel meer stels. Dus ja, het wordt helemaal toppie. Nee. Ik heb geen nieuwe batterij erin gedaan. Nou, dan moeten we weer verder op de telly. Oh, lachen. Geen batterij. Nou, ik weet niet, maar het staat niet scherp. Nou, we gaan even lekker luchtje scheppen. Hé? Wat gebeurt er? Goedemorgen man, het is vandaag zaterdag. Oh, de batterij is bijna op. We zijn wakker. Ik ga nu even snel ontbijt halen, want ik heb echt zoveel honger. Ik ben gezel met Maggie. We zijn een beetje like hangover. Maar we gaan even naar de supermarkt, lekkere dingen halen. En vanavond gaan we birria taco's maken. Oh, ik ben benieuwd. Ik ben ook zo benieuwd. En dat echt heel lekker gaat zijn. En ja, gewoon even chill zaterdagavondje, want gisteren was al wild genoeg. Oké, we zijn de birria taco's aan het maken. Wacht, dit kan even uit. Kijk dan. Oh, het ziet er zo lekker uit. Hier is dus het vlees en de saus. Dan hebben we de pan. Wauw. En de toppings en de dingen. Nou, ik kan niet wachten. Try? Ja. Oh, wacht, ik ga het. Ja. You know what? Do you have the what to flip it? Nee. Dan moet je de weer een tang. Ja. Ja, of een. Ja. Wacht, heb jij ook een. Of een voor? Ja. Kijk dan jongens. Echt niet normaal. We hebben dit dus gehaald bij Tacos Nortex. Zal ik hier in beeld zetten. En zij staat wel eens in steden. Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. En dan kan je een soort pick-up delivery doen. Dus echt een aanrader. Oké, we zijn die tacos aan het eten. Het is echt niet normaal. Het is echt zo, zo lekker. Ik ga er even eentje voor jullie laten zien. Ik kan het echt elke dag eten, denk ik. Er uitjes erop en zo. Mm. De guac. Die is echt... The best part. Ja. Yeah. Our breath is gonna stink. Zo, wij gaan echt uit ons mond stinken. Nou. Weet je, het boeit me niet. Wat gebeurt er? Die lijm. Oh. Dit is fucking hard. Ja. Yeah. Hij perst helemaal niet. It's dry. Dry January. Nee. Lekker koriander erop. Oh, hij is een beetje uit elkaar gevallen. Maar we gaan het proberen.
Het is gewoon zo lekker. Bestaat gewoon niet. Je smaak is zo goed. Dit kan je gewoon niet missen. Ga het maken. Alright, dit was dan alweer de week vlog. Ik heb echt geen idee of ik deze week veel heb gevlogd. Of wat ik heb gevlogd. Of wat überhaupt vloggen is. Want ik heb het gevoel dat ik de laatste tijd echt lacking ben in vloggen. En ik zie het ook in mijn views dat ze minder worden. Of mensen vinden het leuk. Of mensen kijken gewoon YouTube überhaupt niet meer. Maar ik weet even niet wat ik moet doen. Vind je het überhaupt nog wel leuk? Kan ik iets anders doen? I'm a bit in a... I don't know. Maar goed. Ik kijk nog even aan. Ik vind het leuk, maar ik merk dat het er heel vaak bij inschiet. En ik vind dagvlogjes op TikTok ook leuk. Dus ik weet het even niet. Maar goed. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet je girl te supporten natuurlijk door te abonneren, liken, volgen op Instagram, TikTok. En dan zie ik je heel snel weer. Doei doei!